Hoe kom je, als je gaat telefonisch accureren, aan een goede bellijst? Daar zijn een aantal manieren voor. En een van die manieren is natuurlijk een adreslijst ergens kopen. Op het moment dat je een adreslijst ergens gaat kopen, dan is het van groot belang dat je die adreslijst goed kunt segmenteren. Er zijn heel veel adreslijstleveranciers die hartstikke goedkoop zijn. Alleen die kun je heel erg grof selecteren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je maar op één branche kunt segmenteren. Op één hoofdomschrijving van de branche. Daarmee zou je jezelf tekort kunnen doen, omdat soms de SBI code 2 en SBI code 3, oftewel de extra brancheomschrijvingen, voor jou wellicht veel relevanter zijn of een fine-tuning zouden kunnen betekenen in jouw selectie. Even als voorbeeld. Stel jij bent op zoek naar marketingbureaus die ook websites kunnen bouwen. Als jij in de Kamer van Koophandellijsten gaat kijken onder reclamebureaus en je gaat die allemaal selecteren en je gaat die allemaal bellen, dan kom je er ook achter dat je bedrijven aan het bellen bent die bijvoorbeeld spandoeken maken of autobelettering doen. Wat je veel ziet bij reclamebureaus die ook websites kunnen maken, is dat er in de tweede SBI-codeomschrijving vaak staat het ontwikkelen en of produceren van software. En op die manier kun jij een fine-tuning aanbrengen. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken van scraping. Scraping is een nieuwe techniek waarbij je eigenlijk een soort geavanceerde Google search inricht, waarbij je zegt: ik wil alle websites van marketingbureaus wil ik gescreend hebben. En op het moment dat daar op staat bijvoorbeeld het woord website of websiteontwikkeling, dan wil ik die gegenereerd hebben in de lijst. En op die manier maak je ook weer je selectie specifiek. Ook een nieuw middel om aan adressen te komen is om eens te gaan kijken op jouw eigen website welke bedrijven er nou een bezoek brengen aan jouw website en wat ze daar precies doen. Want bedrijven die interessant zijn qua bezoek op jouw website en die tot jouw doelgroep behoren, die kun je natuurlijk gaan bellen. Maar vervolgens biedt jou dat ook weer inzicht in wat voor soort bezoekers komen op mijn website en wat voor soort bezoekers moet ik dus qua adressenbestand inkopen. Dit is heel erg belangrijk, omdat als je geen goede selectie kunt maken als jij gaat telefonisch accureren, je tijdens het bellen erachter komt dat je niet helemaal in jouw doelgroep aan het bellen bent en dat kost verschrikkelijk veel tijd. Dat is zonde, dat demotiveert en daar telefonische acquisitie niet voor bedoeld. Dat is namelijk heel erg leuk om te doen, maar je wil wel gevoed worden minimaal met het feit dat je naar de juiste bedrijven belt.